eerste duel. De seizoensopening was een hele felle wedstrijd. Die door Ajax werd gewonnen met 3-0. Maar met veel overtredingen. Veel gele kaarten. En vooral van Dordrecht kant. Petersen. Mulder. Petersen. Max Kraai. Nu zuiver trekken zou je zeggen. En dan tot hoekschop gekocht. Goede actie van die rechterspits van Ajax. Petersen. Bal kwam te laag. Jong. Davids. Siloy. Storen is van John de Bever. Bal blijft binnen. Bal breed is ook heel erg goed. Admoricoro. Van Wattem gaat naar rechts. Admoricoro gaat niet scoren. Goed werk van John de Bever. En Admoricoro had in feite Dordrecht aan de leiding kunnen brengen. Kleine 10 minuten gespeeld. Davids. Petersen. De Boer. Bergkamp, combinatie met Davids en Jong. Schot van Jong, knap gedrukt. Resultaat de 7e corner Ajax. Eens kijken of het nummer 7 Ajax geluk brengt. Voorlangs geschoten door Frank de Boer. Coach Berger. Man met zorg. Loopt niet met zijn ploeg. Maar tot nu toe blijft men overeind. Terwijl dit toch echt een tweede elftal is. We lopen naar het half uur. En nog steeds een 0-0 score. Wel een overwicht van Ajax. Maar weinig uitgespeelde kansen. Davids. Op Overmars. Dit is goed. Overmars. Zal eruit halen. Jo, doet hij. Prima reactie. Van Hielen. Vrijschop Ajax de Boer. Jonk. Goed. Jonk. Prima werk van Wim Jonk. Goed opkomen. Initiatief nemen. En dan maar zelf uithalen. Hier is Jonk onderweg. Dit is een schot. Het is iets te hoog. Desalniettemin fraai. De geschiedenis van de laatste wedstrijden hier thuis bij Ajax is dat hoe langer de voorsprong van Ajax uitblijft, des te moeilijker krijgt de ploeg het. Eens kijken of dat bewaarheid wordt vanmiddag. Overmars. Liefde voor zich. Overtreding. Niet kennen. Liefden doet hij goed. Hens van John de Bever. Pettersson. Doet hij goed. Voorlangs. Goede actie van Pettersson. Zet een lange rak op het verkeerde been. Zijn directe tegenstander. En scoort maar net niet. Frank de Boer. Overmars met een leuke beweging. Jong. Weggewerkt door Langerak. Opnieuw Jong. Langerak sterk in de lucht, sterker dan Pettersson. Bergkamp. En dan zit hij in. Stefan Pettersson. En is de band gebroken. Bergkamp. En Pettersson. En die scoort Ajax op 1-0 voorsprong. Danny Blind. Paast op Siloy. Blind. Bergkamp. Bergkamp. En dat is dan Blind. Die scoort en binnen 2 minuten scoort Ajax
de tweede goal. Nou, heel knap werk van Bergkamp. Kijk maar langs één man. Lange rak voor zich, zet hij op het verkeerde been. Dan komt daar die paas. Die wordt gemist door de verdediging. Niet goed verwerkt. En is daar Blind, die was doorgegaan. Jok. Pettersson. Overmars. Bergkamp wil die bal wel hebben. Bergkamp, moeilijke hoek. Eigen doelpunt of niet? Trichou trapte bijna die bal in eigen goal. Langehuizen, Barendse. Mooi schot van Peter Barendse. Prima. Ajax heeft geluk met deze jonge pech. Peter Barendse heeft een mooie trap in het linkerbeen. Nou, wat meer sensatie dan in de eerste helft bij elkaar al. Twee goals, bal op de lat, overtreding van Liefde en een gele kaart waard, denk ik. Overtreding op Overmars. Ja, gele kaart voor Liefde. Overmars die naar binnen wil snijden. Liefde die hem dat niet toestaat via deze grove overtreding. U begrijpt de vrije schop voor Ajax, die Jong gaat nemen met Bergkamp daarvoor en Fink. Fink raakt die bal aan. En die zit er weer in. Het is opnieuw Stefan Pettersson. Pettersson die nu aan zijn 10e goal van dit seizoen toe is. En in een luttel aantal minuten wordt Dordrecht helemaal opgerold. Fink zit daar nog bij. Pettersson eerder bij die bal dan Langerak. En Hiele kan het niet meer redden. Waar is Frank de Boer? Langehuizen komt er dus in. John de Beek. Dus kijken wat hij nou kan. Geeft die bal aan Peter Barendse. Dat aanzet werk van Menso toch. Die moet u heel snel naar zijn goal toe. John de Bever. Langehuizen. Jong. Groot gat op het middenveld. Bergkamp. Loopt Trichou eruit. Komt Kraai tegen en knalt snoeihard naast. Goede actie van Bergkamp, niet te zien in de eerste helft, maar dit was knap werk. Vrij schop Kraai. Oh, de fout van Frank de Boer. En het doelpunt van Peter Barendse na een enorme blunder van Frank de Boer. Kijken nog eens naar dat moment. Niets aan de hand. Frank de Boer paast met zijn zwakke rechterbeen. Dat is nog knap werk van Menso, maar Peter Barendse in de rebound. En dan komt de score op 3-1. En dan hebben we nog 12 minuten gespeeld in die tweede helft. Petersen. Bergkamp. Petersen, langs Mulder. Jong moet nu heel vrij die bal afnemen. Jong. Het is zonder dat dit geen doelpunt wordt. Niet omdat Dordrecht nu op een grotere achterstand zo snel moet komen. Maar een prachtige voetbalwerk. Kijk maar eens hoe die bal afneemt van Volendammer Wim. Jong. Hup, langs Peter Barendse. Dan langs Kraai en dan heel hard schieten. Prachtactie. En dit is dan Petersen. Vrij schop Ajax. Jong bij die bal. Kreek dus. Pettersson. Bal is richting veranderd. Bergkamp. Ligt die bal over. Wat heet een kans. Pettersson. Bal wordt een paar keer aangeraakt, komt dan toevallig bij Bergkamp. Die controleert die bal goed en stift hem dan over. Pettersson, de maker van twee goals, gaat eruit. En Clyde Wijnaert komt erin. Zijn debuut in Ajax 1. Jonk, Frank de Boer.
Zal die bal op zijn linkerbeen moeten brengen. Dit doet het rechts. Fink heeft geen greintje mazzel. Mooi schot met links. Nog zo'n minuut of zes te spelen. Fink. Tot Hoekschop tikt deze scherpe voorzet door Hiele. Fink die voorlangs komt. Als keeper ben je kansloos praktisch op zo'n inzet. Maar die bal gaat voor Dordrecht gelukkig voorlangs. Kreek. Die loopt er vrij. Overmars natuurlijk. Kijk of zijn voorzet nu wel goed aankomt. Petersen brengt voor. Bergkamp. Bergkamp komt niet aan zijn doelpunt. Marciano Vink. Ja, en daar scoort Wijnhard. En is dat even leuk. Als je je debuut maakt in Ajax 1 en je scoort. We gaan nog eens even kijken naar Wijnhard die daar goed uithaalt. Bal wordt nog wel even aangeraakt. Door Hiele, maar het wordt toch de vierde goal voor Ajax.